Daar zijn we weer met een nieuwe NEC-update. Leuk dat je kijkt. Morgenavond om 6:15, dan begint het bekertoernooi weer voor NEC. Ja, een nieuw bekeravontuur. Komen ze weer zover in die finale? Nou, morgen moet er dan in ieder geval eerst gewonnen worden van PEC Zwolle. Voordat we daarop komen, eerst even terug naar afgelopen vrijdag. Want toen werd er toch wel onverwachts verloren van Almere City. En dat doet pijn. Ja, tuurlijk. Maar ik denk als je in de eerste helft gewoon het afmaakt, de kansen die je hebt, dat er eigenlijk niks aan de hand is en dan loop je er gewoon overheen. Ja, tuurlijk, als je uiteindelijk verliest met de 1-0, ja, dat is natuurlijk zuur en dat zag niemand aankomen. Rogier, Sammy zei net van als we die wedstrijd van vrijdag nog 9 keer overspelen, dan winnen we hem 9 keer. Ja, dat weet je nooit zeker, maar dat is wel het gevoel wat, wat we hadden na de wedstrijd, of wat we hebben, ja, eigenlijk hadden. Ik denk gezien de kansen die je niet maakt, de grootte van die kansen. En de manier natuurlijk ook waarop je de tegengoal tegen krijgt, dat zal ook meespelen. Maar ja, het is niet zo, dus daar hebben we allemaal niks aan. Nee, en dan had je ook nog een keer pech dat de VAR de cameraatjes niet in orde had. Nee, ja, ik denk dat dat meer te maken heeft met de omstandigheden bij Almere dan de VAR. Maar ja, dat is gek dat in een stadion in de Eredivisie dat er niet allemaal dezelfde apparatuur beschikbaar is. Maar ja, ook dat is nou eenmaal zo. En uiteindelijk draaien we er ook niet meer terug en kunnen we er heel lang en breed over praten. Maar het gaat alweer over de volgende wedstrijd en daar zullen we mee om moeten gaan. Ja, we hebben hem al een aantal keer kunnen zien. Sammy Owaisa, hij kwam over van Roda JC, KKD, Eredivisie. Ja, en hij is nog een beetje zoekende. Ja, klopt. Dat is natuurlijk wel wennen van de KKD naar Eredivisie. Maar ik begin wel steeds langzamerhand mijn ritme te krijgen, dus dat is wel fijn. Wat is het verschil in ieder geval echt voor jou, wat je merkt tussen de KKD en de Eredivisie nu? Ja, het is toch allemaal wat sneller en het is ook voor mij zeg maar nieuwe omgeving, nieuwe club. Maar ja, wat ik zeg, daar ben ik inmiddels wel aan gewend. Maar ja, het niveau, ja, het is niet voor niets dat het de KKD is en dit is de Eredivisie. Dus ja, het niveauverschil is natuurlijk wel wat hoger. We hebben hem al op verschillende posities gezien. Hè? Op 10 heeft hij af en toe ingevallen. En ook op die rechtsbuitenpositie, zoals afgelopen vrijdag. Ja, wat heeft zijn voorkeur nu? Ja, nee, naar mijn gevoel is het nog steeds rechtsbuiten. Ook afgelopen vrijdag speelde ik daar. Was het toch wel lekker om te spelen weer op rechtsbuiten. Maar ja, op 10 probeer ik ook zo goed mogelijk mijn best te doen. Kijkend naar de training van vandaag, dan zien we dat bijna iedereen op het veld staat. Sender deed de training helemaal mee. Hier Dirk Proper, die traint nog apart. En daarna ging hij op het bankje zitten. Ja, en dan moet hij toeschouwen hoe de rest lekker aan het voetballen is. Daar moet hij nog even geduld voor hebben. Wie wel afwezig is, is Kelvin Verdonk. Ja, die heeft een griepje of iets. Nou ja, of zoiets. Ik ben geen dokter, maar hij voelt zich niet 100% fit. Dus die is binnen een programma aan het afwerken. Dus dan gaan we naar morgen kijken hoe dat ervoor staat. Sendler. Nee, maar overspeelt hij niet. En hij had hetzelfde griepje of zoiets de afgelopen dagen. Dus hij heeft vandaag mee getraind. Ging wel goed. Dat heb je zelf ook gezien, denk ik. Ja. Dus dan gaan we richting de volgende wedstrijd na Zwolle. Het bekeravontuur gaat dus weer beginnen. Nou, laten we dan maar beginnen met vraag 1. Want wie gaat er keepen? Stijn keept morgen. In deze wedstrijd keept hij. En of dat dan het hele bekertoernooi is, dat heb ik vorig jaar ook niet gedaan. Dus dat bekijken we per week. Maar morgen keept hij wel. En dat heeft ook te maken met de manier waarop hij het invult in de trainingen. En we kunnen hierin ook zien hoe hij het doet. En dat is eigenlijk de reden. Thuis in de competitie hier was PEC Zwolle een lastige wedstrijd. Wel wist NEC toen te winnen. Maar ja, wordt het weer zo'n lastige? Ja, moeilijk. Hetzelfde op voorhand. Hè. Wat je zegt klopt. Hè. Ze hebben ook ons het lastig gemaakt. Zeker op het gebied van voetballen, waar ze veel variatie in hadden. Ja, of dat morgen ook zo is, ja, dat moet blijken. Maar goed, we hebben iets meer naar onszelf gekeken. We willen morgen gewoon een goede wedstrijd afleveren. En ja, qua loting, volgens mij zijn we de enige ploeg met een Eredivisie loting. Dus dat is niet makkelijk, maar uiteindelijk moeten we wel gewoon thuis kunnen winnen van Zwolle. Vrijdag zei je, is wel lekker dat we eigenlijk gelijk kunnen doorspelen dat deze wedstrijd eraan komt. Ja, is ook. Ik bedoel, uiteindelijk willen we de nare smaak van vrijdag wegspoelen. Nou, daar hebben we nu snel de kans voor. Het is aan ons om morgen proberen dat te doen. Nog geen Philip Sendler, dus Van Gassel op het doel. Kelvin Verdonk is nog een onzekerheidje. Nou, de rest is er morgen in ieder geval wel bij, behalve Dirk Proper natuurlijk. We gaan het zien, 6:15 wordt er afgetrapt. RN7 is er de hele avond bij. Een heel avondje bekervoetbal. 6:15 eerst NEC en later op de avond gaan we live naar Sportpark Zuid en Groesbeek voor de wedstrijd van de Treffers tegen Fortuna Sittard. Ook daar zijn we live bij. En deze week in de podcast Carlos Albers City. Ja, natuurlijk.
natuurlijk, we gaan hem van alles vragen. Want hoe zit het nou met die selectie? Hoe zit het met de trainer? Hoe zit het nou met die team? Allemaal antwoorden die je krijgt in de podcast van deze week. En morgen natuurlijk ook een nabeschouwing op de bekerwedstrijd. Ik zeg graag dus tot de volgende.